Ondernemers en inwoners in Woerden willen al jarenlang aan de westkant van Woerden een betere ontsluiting. Nou, de gemeente Woerden is bezig met het project om alle kruisingen aan te pakken, zodat het beter doorstroomt. En de westelijke randweg die er niet is, maar het geld wat daarvoor was, dat zit in deze weg, in de zuidelijke randweg. En die zou dus ook snel aangelegd worden, want de provincie Utrecht vond dat deze weg het alternatief was voor een westelijke randweg. Dus deze weg zou de problemen op gaan lossen. En wat schetst de verbazing? Hij wordt gewoon niet aangelegd. In ieder geval niet op tijd en ze zijn nog steeds niet bezig. Wij zijn daar boos over en andere partijen in de gemeenteraad zijn er ook boos over. Omdat ons nog een paar maanden geleden beloofd werd dat die volgende maand af zou zijn. In februari 2017 af zou zijn. En in een paar maanden is het nu opeens 2018 geworden. En dat is gewoon onverteerbaar. Dat zijn niet de afspraken. En bovendien, het is ook helemaal niet nodig. Want als je hier om je heen kijkt, dan zie je dat het zo aangelegd kan worden. En dat weten we ook uit contacten met aannemers en met de provincie. Dat er helemaal geen reden is om niet nu door te pakken. We gaan vragen stellen aan het college in Woerden of dat zij hier de provincie op kunnen aanspreken. En er moet gewoon op hele korte termijn aanbesteed worden. Want zoals je ziet, het zand is klaar. Iedereen die hier langs een leek kan zien dat het zand er afgehaald is, wat voor extra inklinking zou moeten kunnen zorgen. Ik weet van de mensen van de provincie die ik erover heb gesproken dat het in principe klaar moet zijn om te beginnen. Dus de provincie moet gewoon toezeggen dat ze die weg nog dit jaar afmaken.